competitie goed begonnen met een 1-0 overwinning op FC Den Bosch. 3.500 mensen zagen in de wedstrijd Good Old Henny Meijer de winnende goal scoren. Het was een zwaar bevochten overwinning, want de Bossenaren speelden met name in de tweede helft beter dan Veendam. De BV Veendam had het afgelopen jaar een prima seizoen en wil die lijn graag doortrekken. Hier de paas van Schuurman op Leurling. En Pijper is nog niet helemaal wakker. Dan gaat Leurling er langs en via Venema wordt de bal in het zijnet geschoten. De eerste kans is voor de FC Den Bosch. We hebben dan 9 minuten gespeeld. Een lange hoge bal van Wiekens op het hoofd van Oosting. En die legt hem goed terug op de linkerschoen van Meijer. Prachtig ingeschoten. Henny Meijer, de oudste man van het veld. En hij gaat echt helemaal uit zijn bol. Het is ook de moeite waard. Het eerste doelpunt in de eerste divisie in het seizoen 96-97. Heuvel aan de linkerkant. Speelt McKendrew aan. McKendrew krijgt hem terug, dan in de voeten van Zuurman. En die draait goed om zijn lengteas. En schiet de bal naast. Veendam had in de eerste helft de beste kansen. Maar Den Bosch was duidelijk beter. Beter voetbal in de tweede helft. Van Helmond. Ebbingen werd gedold. De bal wordt teruggekopt. En dan een goed afstandsschot van Leurling. Met het rechterbeen voorlangs geschoten. En ook Pijper had het vaak moeilijk. Hij moest een dipje wegwerken in de tweede helft. Wilde bal van Ebbingen. Wiekens kan hem niet helemaal goed wegkoppen. En komt de bal terecht bij Lucius. Een combinatie opgezet en dan kan Lucius nog eens een keer inschieten. En goed uitgelopen door Venema. En via de schoen van McKendrew ging de bal uiteindelijk over. Den Bosch een beetje pech met de afwerking. Zuurman, en die heeft gezien dat Van Grinsven wat te ver voor zijn doel staat. Heeft hij heel goed gezien uit zijn ooghoeken. Maar heeft pech, de bal gaat tegen de paal. Den Bosch voetbalt beter in die tweede helft. Stokingreef is erin gekomen om de inschuivende schaap wat meer op te vangen. Weer een mogelijkheid voor Lucius. En Venema is uit zijn doel gekomen. En in tweede instantie kan ik de bal buiten het strafschopgebied over de zijlijn schieten. Venema maakte zeer zeker in de tweede helft een zeer betrouwbare indruk. Eerste doelman nu. Doorgekopt door Meijer. En dan in de slotfase de kans voor Albers om 2-0 in te schieten. Door Van Grinsven de bal tussen de benen doorspelen. En die tweede kans was nog veel mooier, maar hij gaat er niet in. Eerste overwinning voor Veendam, 1-0. En Henny Meijer is vanzelfsprekend de gevierde man. Zijn eerste wedstrijd voor de BV Veendam. Felicitatie van Schaap, oudspeler van Emmen. En kon het mooier voor Henny Meijer. Ja, nog meer scoren. Nee, maar nee, het was leuk. Het was echt zo'n binnenkomen. Dus, ik bedoel, je hebt toch altijd mensen die denken dat je enigszins misschien uitgeblust bent. Of wat dan ook, weet je. Je hebt altijd mensen die heel kritisch tegen je aankijken. En dan bewijs je het nogmaals. Dus dat is wel het leuke ervan. Jan Schulting heeft Venema aangewezen als eerste doelman. En hij keept een zeer sterke wedstrijd. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat ik een klein beetje weer terugkom. Ik heb een redelijke voorbereiding gedraaid. Ja, en dat moet zich gewoon doorzetten in de competitie. Nou ja, en de eerste klap is een dalenwaard, hè? Dit was het Groningse nieuws van woensdag 21 augustus. Ja.